Lading vastzetten op de aanhanger. Hoe doe je dat met een sjorroog? In deze video laat ik je zien hoe je het meest verkochte sjorroog kan gebruiken. Hiermee voorkom je ongelukken en dat scheelt je ook nog eens heel veel tijd. De vraag van de week is voor de vakman en voor zij die dat willen worden. Natuurlijk weer een super praktische tip die je pas snapt als je het ziet. Blijf kijken! Mijn naam is Patrick Strijker, de online specialist in onderdelen voor aanhangers en boottrailers. Eén adres voor alles wat los en vast aan de kar zit. Trailerplus.nl. En vind je video's over onderhoud en onderdelen van aanhangers en boottrailers nog interessant? Duimpje omhoog. Even abonneren op het kanaal, dat kan hier beneden. En tik het belletje aan voor een melding bij een nieuwe upload. Dat je lading goed vast moet zetten, dat is onderhand wel bekend. Het is verplicht zelfs. Het is niet alleen noodzakelijk, maar ook verplicht. Het is niet voor jezelf nodig, maar ook voor de verkeersveiligheid. En natuurlijk ja, om een ander niet in gevaar te brengen. Want wanneer je lading niet goed vastzet, ja, dan kun je er allerlei vervelende ongelukken door krijgen. Lading vastzetten, dat kan vaak met een aanhangernet. Maar wanneer het allemaal wat zwaarder is, groot materiaal zoals balken of machines, dan heb je aan een net alleen niet zoveel. Met een spanband of sjorband zet je de boel dan beter vast. En met een ratel trek je de band extra strak aan. En dat brengt mij meteen bij de vraag van deze week. Wist jij dat je een ratel moet vergrendelen? Wel zo veilig. Laat het me weten in de reacties onder deze video. Omdat de krachten op de haken van de spanband vaak niet gering zijn, is het geen goed idee om deze haken aan het touwhaakje te haken. Die is daar domweg niet voor gemaakt. Anders wordt het bij een aangelaste touwhaak, maar ook dat is geen gecertificeerd sjorroog. Vaak worden haken van de spanband aan de opbouw gehaakt. Dat kan wel, maar is alleen technisch goedgekeurd wanneer een en ander zodanig gebruikt wordt zoals het bedoeld is. En een band over de scherpe randen laten lopen is ook niet verstandig. Een kantbalk voor het vastzetten gebruiken kan en mag wel, wanneer deze sterk genoeg is. En dat wordt dan weer aangegeven door de fabrikant. Wanneer de gebruikte vastzetmiddelen daarvoor bestemd zijn. Spanbanden met punthaken zijn dan veel minder geschikt dan klauwhaken. Die klauwhaken die pakken gewoon makkelijker achter die rand. De punthaken grijpen meestal op de verkeerde plek aan. En daarom zijn sjorroogen of vloerogen een uitkomst. En deze heavy duty uitvoering kan tegen een stootje. Je kan er snel en gemakkelijk de haak van de spanband aan vastmaken. Door de strip aan de onderkant wordt de kracht mooi over de rest van de kantbalk verdeeld en het sjorroog bestaat uit twee poten met elk een 12 mm schroefdraad. Wanneer je met een stappenboor de gaten boort, krijg je een mooi afgewerkt resultaat. Met sleutel 19 de zelfborgende moeren een stukje op de poten draaien en je hebt er verder geen omkijken meer naar. En door de licht geknikte vorm richten de ogen zich al in de lijn van de spanbanden en wordt de kracht optimaal verdeeld. Deze sjorroogen die zijn van professionele kwaliteit. Je ziet ze veel op fabrieksaanhangers, maar we leveren ze ook aan de carrosseriebouwers die echt zware eisen stellen aan hun materiaal. Dus wanneer je de lading snel en goed wilt vastzetten, dan zijn deze sjorroogen zeker aan te raden. Niet alleen om het gebruiksgemak, maar ook zeker omdat ze zo makkelijk te monteren zijn. En zie je nou op tegen het gebruik van spanbanden? Heb je altijd ruzie met de ratel? Dat hoeft niet. In de video die je in dit scherm ziet, leer je hoe je het laatste eindje van de spanband eenvoudig oprolt. Zo word jij de vakman die je wilt zijn. Geef deze video nog even een duimpje omhoog. Vergeet niet om te abonneren. En dan zie ik je graag in die volgende aflevering. Mooi!